Dat lijkt me wel heel leuk, omdat ze, de originele delen die zijn natuurlijk ook wel verkrijgbaar, maar die kosten natuurlijk een heel pak meer. Als ik louter en alleen naar Formule 1 zou kijken, dan zou ik liefst van al een motorblok van de Formule 1 in metaal door middel van een 3D-printer willen afdrukken. Wil je zelf delen uit een 3D-printer halen, je moet niet het warme water opnieuw uitvinden. Er bestaan websites, gespecialiseerde websites, waarbij je bouwplannen voor een 3D-printer kan terugvinden, bijvoorbeeld Thingiverse. Daarmee kun je zelf jouw printer, jouw plannen van je printer downloaden en dan print die bijvoorbeeld heel mooi af. Een voorbeeld, als je op die site gaat kijken en je geeft daar Ford in, dan kom je uit bij een motorblok van een Ford, een V6. Dus die kun je perfect door middel van die bouwtekeningen afdrukken met jouw 3D-printer. Alleen moet hij voldoende groot zijn om die af te drukken. De meeste van die huis- en tuingebruik 3D-printers zijn natuurlijk maar beperkt in grootte. Daar heb je misschien nog een iets groter voor nodig. Tenzij je het gaat schalen natuurlijk.